Miss Michelle, goedenavond. Het is voor de tweede keer dat ik u mag interviewen en ik ben iets beter geëquipeerd nu. Hè. Hoe is het met jou? Niet veel stress voor deze avond? Ja, goedenavond trouwens. Nee, ik heb niet zoveel stress vanavond. Het is waarschijnlijk ook omdat ik het al 15 keren doe. Dus het is eigenlijk een beetje een feestjaar, hè, 15 keer. Nee, maar het valt goed mee. Geen zenuwen. Ik heb alles onder controle. Ik heb gisteravond op de repetitie de ex gezien van de kandidaten. En ik moet zeggen, het ziet er weer allemaal zeer goed uit. Veel glitter, glamour natuurlijk. Weelderige pruiken, hoge hakken. Dus alles wat de verkiezing moet hebben natuurlijk. En zijn er speciale acts waarvan dat zegt van ja, dat is echt wel een topper? Ja, er zit een zeer speciale act in, maar ik mag eigenlijk nog niet verklappen wat dat is. Want het is zo speciaal. Ik bedoel, het is iemand die een transformatie gaat doen. En het is een zeer bekend persoon dat hij gaat nadoen. En het is, ik moet zeggen, persoonlijk zeer meegaat. Het is een keer iets anders weer. Maar natuurlijk, de jury beslist. Dus het kan zijn dat zij zeggen, oeh, wij vinden dat raar. Maar het is, we hadden in 2008 met Farah Knight, hadden we ook zo'n ommezwaai in de verkiezingen. Die deed dan die acts die allemaal speciaal waren, met attributen, met enorme belichting, met veel dansers. En dat heeft zo een nieuwe wending gegeven aan de verkiezing. Ik heb het gevoel dat we dus met die ene kandidaat, ik zal het maar zeggen wie dat is, het is kandidaat nummer 3, Boreal. Die is van de Walen trouwens, die doet ook een zeer speciale act. En ik denk dat dat ook goed kan zijn voor de verkiezing, om weer andere kandidaten aan te trekken die zeggen, ah, dat mogen we ook doen, of dat mag ook. Dus ja, het is gewoon spectaculair zijn. Je zult wel zien in het filmpje straks. Wat voor type kandidaten zoeken jullie eigenlijk? Ja, ik vind het eigenlijk een zeer goede vraag, want ik zou dat toch even willen verduidelijken. We hebben dus dit jaar maar 5 kandidaten. Dat is weinig, maar de 5 kandidaten die meedoen zijn wel zeer professioneel. Want wij hebben toch te veel travesties die zich inschrijven, die echt het niveau niet halen die wij hier willen op die verkiezing. Om u een voorbeeld te geven, een man die zich verkleedt in een vrouw, maar puur voor de fun, daar kunnen we hier niks mee doen. Met alle respect voor de vuile Jeannette van Aalst, van de carnaval, ik vind dat super mega, maar dat is ook niet het niveau dat wij hier willen op die verkiezing. Dus wij hier in België, wij mogen in feite 4 zijn dat wij zo hoge klassen van travesties hebben. Want het staat dus dit jaar open voor ook travesties uit andere landen, maar ik heb dus gemerkt dat het niveau daar veel lager ligt. Zij denken dat dat zo'n avondje uit is, een paar nummertjes doen en de jury zal wel beslissen. Maar dat is het dus niet. Bij ons moet het dus echt hoog niveau van dans zijn. De choreografie moet goed zitten, de kostuums moeten goed zitten. Het is dus echt bij ons de glitter, de glamour, de show. En ja, het is niet in een café dat hier staat of in een klein zaalje. Er is bijna 800 man vandaag. Dat wil zeggen dat de mensen weten dat er hier kwaliteit wordt geleverd. Dat dat een verkiezing is van zeer hoog niveau. Dus een oproep of toch even verduidelijken aan eventueel nieuwe kandidaten. U moet zeker zijn van uzelf. En zeker zijn van het moet hier een hoog niveau van kostumering, van dans, van acts brengen zijn, van performance brengen zijn. Dus het is niet zomaar een keer een kleedje kunnen aantrekken van uit een CNA of uit een gewone winkel. Nee, het moet echt op en top in orde zijn. Ik kan mij voorstellen dat dat dan niet gemakkelijk is om kandidaten te vinden. En zijn er zaken die je kan een kandidaat aanraden die er zou van dromen om aan jullie verkiezing mee te doen? Het is inderdaad niet gemakkelijk om aan kandidaten nog te vinden, want ze weten dat het niveau hoog ligt. Dus hoe hoger het niveau, hoe zwaarder de kost om mee te doen. Wij doen hier 3 actjes. Er is ook nog een défilé of 2. Er is ook nog een presentatie, dus dat vraagt iedere keer een ander kostuum. Kostuums kosten zeer veel geld, want ja, het zijn allemaal op maat gemaakte kostuums. Er hangt een kostprijsje aan natuurlijk. Ik moet wel zeggen, de winnares sowieso, voor haar is haar carrière gemaakt. Als ze dus hier wint, dan weet zij, ik heb een fantastisch goede toekomst. Want mijn voorbije 14 missen, die hebben allemaal een zeer mooie carrière. Die verdienen goed hun boterham. Natuurlijk wint u niet, dan wordt je wel gezien door de mensen. Hè, want nogmaals, er zitten hier zeer veel mensen. Maar ja, het kost geld. En ik kan alleen maar zeggen aan toekomstige kandidaten, leg eerst een spaarpotje na en wacht dus noods nog een jaarke en doe veel ervaring op bij travestiegezelschappen en beslis dan als je er echt klaar voor bent, ook financieel, van nu schrijf ik me in. Maar spring niet in het onzekere, want je gaat er niet komen dan.
Wat ik me ook afvraag, de winnares, hangt er hier, zijn er hier geldprijzen aan verbonden of zijn er hier andere prijzen aan verbonden? Of is het enkel de titel die iemand wint als ze hier meedoen? Bij ons wint de Mies uiteraard wat prijzen in natura en een fotoshoot en een etentje en een paar bons voor pluimen te kopen en voor kostuums te kopen. Maar van de organisatie zelf krijgen ze een geldprijs. Omdat het zo duur kost, wij weten ook dat een televisie of een tablet, dat heeft iedereen. En ik heb ook gemerkt, zij willen eigenlijk geld om opnieuw te investeren in kostuums of in pruiken of om het geld te gebruiken voor de kosten die ze gemaakt hebben. Dus er is een zeer mooi bedrag aan verbonden en ik weet dat iedereen die dat wint, die is super content met die prijs. Kan ik mij voorstellen. Heb je nog een woordje te zeggen tegen de kandidaten van vanavond? Kijk, ik kan maar één ding zeggen. Wij zijn dus van in november eigenlijk al een beetje aan elkaar gewend geraakt. We zien elkaar af en toe een keer. En het is een sterk team. Ik merk dat er wel een beetje jaloezie is. Want iedereen wil winnen. En iedereen weet ook van, amai, die brengt een goede nummer. En dat nummer is ook niet slecht. Maar ik kan maar één ding zeggen. Achter die 14 jaar die nu al voorbij zijn. Ik heb dikwijls al ook mijn pronostiek in mijn hoofd gehad dat ik op het einde van de verkiezing moest zeggen, miljard, ik zat er hier volledig naast. Dus het is ja, de jury beslist en het is het moment van de avond. Dus ik zou eigenlijk zeggen aan de kandidaten van, het moet vanavond nog allemaal gebeuren. Er zijn nog geen winnaars, er is nog geen verliezer, het moet nog allemaal gebeuren. Dus ja, doe je uiterste best en geniet zeker ook van de avond zelf. Er is stress, er is een beetje spanning, maar probeer toch te genieten en probeer jezelf te zijn. En dan weet ik dat het meestal goed loopt en dat ze meestal goed scoren. Dank u wel voor dit leuke interview. Het was fijn om jou terug te zien. En ik wens jou ook veel genot van de avond, hè, van de show en niet alleen stress. Hè. Dat is goed, dat zal zeker en vast gebeuren. En ja, ik heb er zin in ook vandaag. Merci. Goedenavond. Jij bent kandidaat nummer hoeveel? Nummer 2. En hoe noem jij? Châteloup. Châteloup. Ja. Wat is jouw motivatie om aan deze verkiezing deel te nemen, Châteloup? Mijn motivatie is eigenlijk gewoon omdat ik sta al een paar jaar in het vak. En deze verkiezing brengt u toch wel wat extra werk en zo. Wat de mensen leren nu nog beter kennen eigenlijk door deze verkiezing. Ja. Kan je mij zo één woordje geven dat uw gevoel van dit moment omschrijft? Oh, dit moment is eigenlijk zo'n beetje emotioneel. Nog een beetje, ja, emotioneel. En straks hoop ik ambiance, hè. Ik wens u heel veel succes van de avond en ik ga zeker genieten van uw show vandaag. Dank u wel. Goedenavond. Jij bent ook Miss Travestie geweest in 2011, zie ik op je lintje staan. Wie ben jij? Goedenavond, ik ben Ilona Leen inderdaad. Ik was Miss België in 2011, ondertussen al enkele jaren geleden. En hoe voelt dat voor u hier terug backstage te zijn? Ja, je ziet aan al de stress en zo en ik kan er mij perfect in terugvinden. Ja, en de herinneringen komen boven. Ja, de hele dag zijn we bezig met de andere ex-missen aan het praten. Van, oh, weet ze nog en weet ze nog. Het is toch een heel mooie ervaring. En hoe was het voor jouzelf om dat te winnen toen in 2011? Weet je dat nog? Ja, dat is een unieke ervaring. Dat was eigenlijk fantastisch. Ja, dat volk, dat dan al, je supporters, dat eigenlijk volledig uit de bol gaan voor jou. En dan dat gevoel dat je dat bereikt hebt, waar je zo lang aan gewerkt hebt. Dat is echt heel mooi. Dat is echt mooi. Heb je er nog veel aan gehad achteraf? Ja, zeker en vast. Het is mooi naar de mensen toe dat je kunt zeggen, ik ben Miss Travestie België. Het klinkt zoveel meer dan dat dan daarvoor. Ik heb er heel veel aan gehad. Heel mooie reclame. En het opent heel veel deuren, heel mooie kansen. Ben je vandaag er nog altijd mee bezig? Met mijn Miss zijn, ja, nee, met het showqueen zijn? Ja, tuurlijk. Ja, wekelijks. Hè. Ik zit bij een vast gezelschap, dus wij hebben onze vaste shows. Dus ja, sowieso. Welke raad zou je nog geven aan de kandidaten die nu bezig zijn? Ja, proberen niet te veel te stressen, niet te veel zenuwen te hebben en er gewoon volop van te genieten, want het is toch een unieke ervaring. Dus, en het is zo snel gepasseerd, ja, je bent bezig voortdurend. Ja, genieten. Dank u wel voor de show. Ik hoop dat je er zelf ook nog gaat van genieten van de avond in de zaal. Ja, ja. En we zien u daar nog, hè. Dag. Goedenavond, we zijn hier te gast bij Miss Travestie België 2015. En naast mij zit... Tiki Bayo, Miss Travestie België 2006.
Hallo, goedenavond. Hoe komt dat? Het is bijna 10 jaar, heb je daar juist gezegd, geleden, dat je aan deze verkiezing hebt meegedaan. En vandaag zien we jou hier terug. Wat voor gevoel heeft dat aan jou? Zoals elk jaar een heel speciaal gevoel. Het is een titel dat ze van mij nooit of van de andere missen nooit kunnen afpakken. Het is een ervaring op zichzelf. En de reden waarom dat ik hier vanavond aanwezig ben, is ook grotendeels omdat ik coach ben van kandidaat nummer 1, Lexi Jones. En wat vind jij zo bijzonder aan deze verkiezing? Vooral nadien. De ervaring die je dan kan opdoen, ook de aandacht van het publiciteit, ook van het publiek. Er gaan heel veel deuren voor je open en dan begin je echt naam en faam te maken door deze titel. Ben je er zelf nog altijd mee bezig met het Show Queen gedeelte? Ja, ik ben er nog altijd zelf mee bezig. Elke weekend ga ik nog altijd gaan optreden. Ik geniet er nog altijd van. En zolang ik er nog van geniet, ga ik zeker nog voortdoen. Heb je een tip voor de kandidaten van vanavond? De meesten gaan allemaal hetzelfde zeggen. Blijf gewoon jezelf. Inderdaad, dat is ook wel. Blijf gewoon jezelf. Verander nooit voor iemand anders. Het is altijd beter voor jezelf te blijven. Dan gaat ook beter presteren op het podium. En wat ze ook van je vertellen, gelijk welke roddel, luister niet naar. Het enige wat je moet doen, is in jezelf geloven. En genieten zou ik zeggen, niet? Ja, ook inderdaad genieten. 100%, nee, 200% genieten van op het podium. Ga je vanavond alleen voor Lexi supporteren of heb je ook bij de andere kandidaten dat je denkt van goh, dat zijn toch ook wel twee goeie of dat is toch ook een toffe show? Er zitten uiteraard ook andere kandidaten tussen die ik ook wel goed vind. Uiteraard ik coach Lexi Jones, dus ja, mijn voorkeur gaat natuurlijk een beetje naar Lexi Jones gaan, maar ik steek zeker niet onder stoelen en banken dat er zeker ook goede kandidaten tussen zitten vanavond. Vorig jaar was de show fantastisch. Wat denk je, wat gevoel heb je? Heb je er al stukken van gezien van de repetities? Ik heb al stukken van gezien. Er zijn er een paar tussen die mij enorm aangenaam verrast hebben. Ook waaronder iemand dat ik nog nooit aan het werk gezien heb. En die heeft mij heel aangenaam verrast. Hoe lang zijn ze meestal bezig aan de voorbereidingen van hun show? En je hebt daar zelf ervaringen. Ik kan mij voorstellen dat dat heel veel tijd en inspanning vraagt. Ja, inderdaad. Maanden op voorhand zijn we daar al mee bezig. En dat gebeurt ook wel, dat we alles in kannen en kruiken is en dat we de laatste weken toch nog beslissen om iets anders te doen en te veranderen. En natuurlijk, ja, kostplaatje, nee. Ja, dat heb ik al vaak gehoord, dat het toch wel geen goedkope hobby is. Nee, het is inderdaad geen goedkope hobby. Echt niet. Het is ongelooflijk hoeveel dit allemaal kost. Natuurlijk is het ook een voordeel voor travestisch artiesten die veel dingen zelf kunnen vervaardigen. Dan kunnen ze een klein beetje de kosten drukken. Wordt dat veel gedaan dat ze zelf dingen vervaardigen? Ik vooral. Allee, er zijn nog artiesten die dat doen, maar ik probeer zoveel mogelijk mijn eigen creaties te maken om zo origineel te zijn op mijn eigen manier. Dus eigenlijk, je spreekt het ook enorm je eigen creativiteit aan. Je bent eigenlijk met van alles bezig, met je uiterlijk te veranderen, kleding, dergelijke. Dus ik kan me voorstellen dat dat enorm boeiend moet zijn. Dat is enorm boeiend. Dat is, telkens als je een nieuw idee hebt, is het een uitdaging om dat uit te werken en ook tot een goede eindresultaat te brengen. Natuurlijk ook als je dan hele positieve reacties krijgt, is dat nog des te beter. Soms gebeurt het ook dat je de bal volledig mislaat, dat je totaal een verkeerde keuze gemaakt hebt. Maar we zijn allemaal mensen en we leren uit onze fouten. En dat gaan we de volgende keer dan ook niet meer doen. Het was heel fijn om jou hier te leren kennen. Heel veel succes, want het zal natuurlijk voor jou ook een overwinning zijn, moest Lexi winnen. Dus heel veel succes en we zien elkaar nog in de zaal. Hè. Tuurlijk. En in ieder geval, dank u wel.